Ik ben Leen Hoogmartens, ik ben 22 jaar en de meeste mensen kennen mij als fotograaf, maar ik wil het een beetje ruimer zien, dus ik omschrijf mezelf als beeldend vormgever ofzo. Fotografie heb ik 7 jaar lang gedaan in totaal, dus in middelbaar en in het hoger. En ik merkte dat dat sowieso mijn ding was en dat zat sowieso in mij. En ik kon dat heel gemakkelijk, kon ik daarmee werken. Maar ik had wel de indruk van, oké, als ik dit mijn hele leven moet doen, ja, dat gaat. Maar ik wil graag ook nog heel veel andere technieken bijleren die ik kan betrekken in mijn werk. En ik merkte wel de omgeving rondom mij, like mijn zussen en mijn vriendinnen, die deden ook illustratie. En ik merkte dat die heel creatief om konden gaan met andere media, die mij ook interesseerden, maar die ik gewoon nog niet in mij had zitten. Dus ik wilde die mij een beetje eigen maken en dat is moeilijk om dat op je eigen te doen. En ik was nog jong toen ik mijn illustratie startte, dus ik had ook niet het gevoel dat ik mijn tijd aan het voldoen was ofzo. Dus dat is wel heel leerrijk geweest dat ik met die technieken aan de slag ben kunnen gaan. En ik merk nu ook wel dat het een beetje invloed heeft op hoe ik kijk naar bepaalde zaken als ik foto's maak. Dus dat heeft me wel echt heel veel bijgeleerd. Ik ben iemand die heel veel observeert en heel graag kijkt naar mensen of naar dingen. En dan ja, het speelt het uitgelezen medium of het uitgelezen platform om daar je in te verdiepen. De meeste mensen kennen mij, denk ik, tegenwoordig van 22nd Vintage, Winkel en Hasselt. Ik heb daar een aantal keren voor geshoot en die samenwerking is eigenlijk heel organisch gekomen. Dat was eigenlijk heel logisch voor mij, omdat ik sowieso al heel lang zelf bezig ben met tweehands kledij kopen en zo dat speciale of zo opzoeken. Dus daar doe ik wel redelijk veel voor en dat heeft ook wel een hele grote community in Hasselt bij ingeschraapt, dus de meeste mensen kennen mij daarvan. Maar ik heb ook voor Titi en een German Kid een paar jaar geleden wat shoots gedaan waar mensen mij misschien ook al van kennen, meer in Hasselt. En voornamelijk van Instagram, dat merk ik heel veel als ik zo mensen tegenkom en ik praat dan mee, maar voor mij zijn dat heel natuurlijke connecties of zo geworden. En de mensen waar ik dan bij ben vragen van waar kent je die? Ik zei van Instagram. Dat is zo'n stoeme link, maar dat is wel het platform waar ik de meeste mensen leer kennen of zo. Creatieve dingen. Mijn haatrelatie met het woord content is dat tegenwoordig creatievelingen die zoveel bezig zijn met Instagram, dat echt het woord content zien als het ultieme streefdoel. Terwijl voor mij, als ik eens foto's maak die ik op Instagram kan zetten, goed, want dan leer je meer mensen kennen. Mensen leren u kennen door die beelden. Maar ik merk ook, de laatste tijd ben ik daar een beetje van af aan het stappen, omdat ik geen waarde wil geven aan mijn foto's, omdat die meer likes krijgen dan anderen. Ik vind dat is me opgevallen de laatste tijd. Ik wil daar niet van afhankelijk zijn, absoluut niet. Omdat ik ook denk, als ik ik volg mensen en als ik zie van oké, als je die mensen in Instagram wegneemt en die je ziet die niet meer of je kent die niet meer, dan weet je ook hoe waardeloos dat eigenlijk is. En ik wil niet zo'n persoon worden. Ik wil daarnaast ook gewoon echte dingen doen die waardevol zijn buiten het internet. Mijn stijl omschrijven vind ik heel moeilijk, omdat die ook verandert, denk ik. Het is ook... tuurlijk zit er een lijn in, omdat ik al zo lang bezig ben met beelden maken, zit er ergens een lijn in, maar ik vind die heel moeilijk om te zien zelf. Dus ik vraag ook altijd als ik een opdracht gedaan heb, of als ik mensen mijn werk laat zien, als ze naar vragen, vraag ik ook van, ja, wat vind je daarvan? Of hoe zou ik het omschrijven? Of wat ziet jij erin? En ik krijg heel vaak dat er ergens humor in zit, maar niet geen obvious bulkletse humor, maar gewoon zo grappige, banale dingen die ik er wel insteek of die ik ook zie, zit er altijd wel in, zo'n beetje banaliteit. Ik heb ook heel veel aandacht voor schoonheid, schone dingen, zoals bloemen, die heel veel ook in mijn kamer zitten, maar die ook wel eens in mijn werk kunnen binnensluipen. Die herkenbaarheid zit volgens mij van mijn werk in dat mensen het ook herkennen. Het is niet uit het niks. Mijn werk komt niet uit het niks. Je hebt zo fotoshoots die iets een surreële wereld proberen weer te geven, expres. En dat is goed als je dat wilt doen. Ik heb er ook niks op tegen. Ik kan dat ook heel hard appreciëren. Maar mijn werk is heel menselijk of zo. Dat is misschien ook een goed kenmerk voor mijn werken. Ik ga geen filosofische diepe dingen expres in mijn werk steken, maar dat sluipt er zo wel in, denk ik, soms. En je kunt dat er soms misschien wel uithalen als je niet weet hoe ik mijn foto gemaakt heb of waarom ik dat gemaakt heb. En dat is misschien ook wel herkenbaar, dat er onbedoeld wel grote of diepere dingen in zitten. Het ding met kunst is,
mensen gaan er grote dingen uit halen. Omdat ze denken, maar het kan toch niet gewoon dit zijn? Het kan toch niet gewoon een bloem zijn? Terwijl soms is het wel gewoon een bloem. Allee, dat klinkt nu ook weer zo heel diep. Maar dat is gewoon wie dat het is. En ik denk, kunst wordt vaak gezien als zoiets elitair. Dat mensen ook gewoon niet willen geloven dat het gewoon is wat dat je ziet. Ik zou sowieso wel, als ik afgestudeerd ben hier, in een grote stad gaan wonen. Nu is dat gewoon in mijn hoofd, is dat nu Gent. Maar dat kan ook nog veranderen, eens ik mijn master gedaan heb. Maar nu is dat wel Gent, omdat ik daar vaker kom. En ik vind die vibe daar heel fijn. Het is daar, ik heb het gevoel dat het daar zo nog opener is of zo, maar wel ook artistieker. En daar verlang ik wel naar. Ik denk, als ik ooit in de krant kom, en het zou een artikel zijn over mij, dan zou de titel zijn, per ongeluk succesvol, omdat ze wel zo'n beetje omschrijft hoe ik ben of zo. Allee, ik doe heel weinig dingen echt bewust van, oké, ik ga iets super groot maken. Dus het zou me niet verbazen als ik per ongeluk iets doe wat dan heel goed uitpakt. Dus dat zou het zijn, per ongeluk succesvol. Thank you.